Hey, het is weer herfst. En wat, waar denken we aan als we aan herfst denken? Spinnen? Ja. Blaadjes? Ja, spinnen, blaadjes, paddenstoelen. Dus we gaan lekker knutselen. Wat hebben we nodig? Papieren bordjes. Deze, dat maakt niet uit welke maat, want je kunt gewoon... hier heb ik volgens mij 23 centimeter gebruikt. Maar dat maakt niet uit, dat kun je gewoon zelf weten. Hoe groot, het ligt eraan hoe groot de spin je wil. Ja, het ligt eraan hoe groot de spin je wil hebben. Je hebt kwasten nodig en verf, plakkaatverf. We hebben vlechtstroken nodig. En voor de ogen van de spin heb ik het knutselpakket gebruikt. Ja? Ja. Nou, dan gaan we aan de slag. Ik leg dit even aan de kant. We hebben er even meer nodig. Dan beginnen we met het bordje. Daar heb ik een cirkel op getekend van ongeveer 9 centimeter. En daar gaan wij 4 knipjes in maken. Dus tot aan de cirkel. Dus zo, okay. Zo, zo en zo. Geef ik jou even de schaar. Dan mag jij knipjes maken. Het handigste is wel als je dat in zo'n... Ja, in zo'n deukje. Ja, en sommige bordjes hebben geen deukjes. Of wel, dat weet ik niet. Maar dat, dan kun je wel mooi kijken of dat hij inderdaad recht tegenover zit. Ja. Wat nou het makkelijkste is, is kijk. Als je nu deze hier hebt, dan pak je recht tegenover de andere kant. Deze? Ja, hier zo. Die? Ja. Zo, nou hebben we hem in 4 stukken geknipt en leggen we hem op zijn kop. Deze gaan we zo over elkaar heen leggen en dan aan elkaar nieten. Dan heb ik hier een nietmachine neer. En dan ga ik hem vasthouden en dan niet jij hem aan elkaar. Ja. Dan kijk ik voor je vingers. Ja, ik hou mijn vingers aan de kant. Super. Ja? Ja. En nummer 4. Ja. Zo, super. Nou, dan heb je een leuk bolletje. Ja, die zou je het ook op je hoofd kunnen zetten. Ja. Maar we gaan hem nu zwart verven, want de spin is natuurlijk zwart. Even kijken. De verf. En een kwastje. Ga je gang. Is dat de dot? Met dat. Ja, daar zit denk ik niet zoveel in. Nee. Zal ik ondertussen nog iets laten zien. Deze hebben we ook in de nieuwsbrief staan. Die gaan we nou niet uitleggen, maar in de nieuwsbrief staat hij wel uitgelegd. Een paddenstoelendoosje. Leuk hè? Heb je gewoon iets meer knipjes erin gemaakt en een dekseltje erop. Hartstikke leuk. Nou, we hebben hem helemaal geverfd. Ik heb hem even aan de kant gelegd zodat hij kan drogen. Dan gaan wij ondertussen de pootjes maken. Ik heb van de vlechtstroken, van de dikke stroken, pakken we een gele en een rode. En dan gaan we een muizentrapje van vouwen. We gaan hem eerst even aan elkaar plakken. Ik heb hier dubbelzijdige tape even, dus aan deze kant. Kijk. Dan zal ik dat een stukje afknippen voor jou. Klein stukje maar. Ja, klein stukje is nodig, leg maar neer. Wacht even. Hij zat aan mijn vinger geplakt. Zo. Dan trek je het schutvelletje eraf. En dan plak je de andere strook met de punt erop. Goed zo. Ja. Kijk, leg hem eerst even plat. Kijk. Dan zie je dat hij zo in een hoek op elkaar geplakt is. Ja. Dan gaan we deze kant over deze kant heen vouwen. Precies dat hij daar vouwt. Gaan we rood over geel vouwen. En dan blijf je steeds geel over rood, rood over geel, geel over rood, rood over geel. Dus om en om. Dan ontstaat er een muizentrapje. Zo, we hebben 8 pootjes gevouwen. Het was heel veel werk, maar ze zijn hartstikke leuk geworden. En ik denk dat ze dadelijk... Ze kunnen niet staan. Nee, ze kunnen niet staan, maar een spin die kruipt. Dus die hoeft niet te staan. Het dekseltje is ondertussen droog. Dus, of dekseltjes, zijn lijfje noemen we het. En daar kunnen we dus nu van alles op gaan plakken. Ik heb hier oogjes.
Die gaan we er zo op plakken. Kijk ik. Hoeveel ogen heeft een spin? Een spin heeft volgens mij 4 ogen. Dus het ziet er wel leuk uit, toch? Als hij zo. Dan hebben we ook nog 2 stukjes van 6 centimeter geknipt om dadelijk het kruis te maken. En dan gaan we de pootjes eraan plakken. Een kruisspin. Ja, een kruisspin. Heel goed. Nou, dan beginnen we met zijn pootjes. Oké. Okay. Ja, je gang. Doen we het dubbelzijdige tape ook weer. Dubbelzijdige tape is wat dat betreft heel makkelijk. Je hebt geen gekneu met lijm, dus praktisch gewoon, hè? Ja. Het is een beetje gefriemel om het schutvelletje eraf te krijgen. Maar we zijn niet voor 1 gat te vangen natuurlijk. Zo? Hier. Ja. Aan elke kant doen we er 4. Spin heeft 8 poten. Nou, we hebben alles erop geplakt. Ja. De ogen zitten erop. Dus een kruis. En als pootjes. Wat ook nog leuk is. Is als je hier een gaatje in maakt. En dan zo aan de muur hangt. Ik kan hem ook. Als duwtje gebruiken. Nou, veel plezier zullen we er wel van hebben, denk ik. Ja.